Tijd voor de vraag op straat bij Breda Nu. Je zou het in dit geval ook met Altopad kunnen noemen, maar het heet dus de vraag op straat. En we gaan het hebben over de 11e van de 11e, want ja, dat is het komende vrijdag. En 11e van de 11e, natuurlijk Sint Maarten. Natuurlijk ook het begin van het carnavalsseizoen. We zitten tenslotte in Kielegat. En hier op de Grote Markt wordt komende vrijdag om 7 uur de nieuwe prins van het Kielegat gepresenteerd. Dat is een nieuw idee om dat op de Grote Markt te doen. En daarna vindt de verkiezing plaats van het Kielegatse carnavalslied. En dat is dan in Mes. Dat begint vrijdagavond om 9 uur. Nou, Sint Maarten, begin van het carnavalsseizoen. Wij weten het, maar weten Bredanaar het ook. Gaan we vragen in De Vraag op Straat. Gekke getal. Ja. Voor carnaval. Ja, heel is goed. Met vaste? Is met vaste? Nee, dat is na carnaval. Hè? Dat is na carnaval. Dat is als woensdag. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon het gekke getal, jongen. En dat is gewoon het grote feest. Kom onze nieuwe prins. Begin van carnaval natuurlijk. Begin van carnaval. En dit jaar wordt het op de markt gevierd. Inderdaad, volgens mij hier, hè, waar wij nu staan. Nou, dat weet ik niet, maar het staat zo, het maakt maar niks uit als het maar op de markt is. Ja. Ik heb werkelijk waar geen idee. Je moet het uit je tenen halen, hè? Ja, ik heb geen idee. Ik ben niet van de carnaval. Ja. De 11e van de 11e, dat is altijd volgens mij het voorfeest carnaval. En het overlijden van mijn opa. Daarom onthoud ik het altijd als Limburger. Ja. Kijk, dat is daar heel belangrijk. Ja. Hier niet, denk ik. Hier wordt het ook wel. Ja, want de prins wordt hier gepresenteerd, de 11e van de 11e, op de Grote Markt. Die vrijdagavond om 7 uur 's avonds. Oké, ja, hier in Breda maak ik het eigenlijk niet mee. Maar uit mijn jeugd ken ik het wel, ja. 11 van de 11e, ja, dat heeft te maken met het gekke getal, denk ik. Met carnaval. Ik denk dat als je het aan de Engelsen vraagt, dat het heeft te maken met het winnen van de oorlog. Maar, ja, maar ik denk de rest is voor carnaval. Ja, dat gaat toch wel langer mee. Maar, zag van het carnavalseizoen, hè? Ja, verder. Ja, de inluiding. Alle grote carnavalwagens krijgen dan is het de start van de bouw. Terwijl ze eigenlijk al eerder beginnen, zover ik weet. Maar. Ja, start van het carnavalsseizoen, nieuwe prins wordt gepresenteerd, soort dingetjes allemaal. Dat vindt plaats hier op de Grote Markt, voor wat betreft het Kielegat. En ook nog iets voor de kinderen is er 11 november. Ja, de kinderprins en de kinderprinses. Sint Maarten. Sint Maarten, oké, dank u wel. Geen idee. Sint Maarten? Oh ja. Ja, ik zag lampionnen voorbij komen. Dacht ik, het is Sint Maarten. Nee, wist ik niet. Maar is dat de 11e van de 11e? Oké, nooit geweten. Het viel me eigenlijk nog wel mee. Met een beetje helpen wist iedereen toch wel het begin van het carnavalsseizoen. Sint Maarten was wat minder bekend. Maar goed, inderdaad de start van het carnavalsseizoen. Vrijdag 11 november, de 11e van de 11e. Als je nou ook wil reageren op deze uitzending, nou dat kan. Hieronder kun je reacties kwijt. En dan zijn we er volgende keer weer met een nieuwe vraag op straat.